Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft gisteren op een dorpsvergadering in het inheemse dorp Bigipoika aangegeven een dorpskast te willen instellen. In die dorpskast zal een bepaald percentage van de inkomsten verkregen uit houtkap worden gestort. Volgens de bewindsman hebben dorpsgemeenschappen in het verleden niet maximaal kunnen profiteren van middelen verkregen uit houtkapvergunningen. Het is gebleken dat de gemeenschapsbossen juist voor een scheiding hebben gezorgd binnen de dorpen en dat is zeker niet de bedoeling. En hoe kon je dat ook toe, ondanks dat ik op HKV ga naar gemeenschapsbossen, bepaalde Sani en doe deze recht voor. En wat de biggie probleem zou ik hebben? In verwoord en boem. Nataki, eigenlijk een gemeenschap bos. Ze moest bevorderen eenheid. Ze moest stad nodige ontwikkeling komen. Gemeenschapontwikkeling, dorpsontwikkeling. Eigenlijk, en juist, hij zorgt voor dat spanningen en kom in de dorpen. En dat hij nooit meer kan doen aan bedoeling voor Gralanti. Nooit. Aan bedoeling juist voor Gralanti bij de takieren, aan een gemeenschappelijk sani, een gemeenschappelijk sandis en met ons doen samen, en met ons roken samen, en charuko naar Makandra, en bevorderen eenheid, en bevorderen saamhorigheid. Tegelijkertijd, we regelen hoe kan bekostigd naar de inkomsten zij komen en toekomst voor wie naar de pchim voor nu. Dat is het doel voor een gemeenschap, bos. Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling. Hij heeft de bewoners van Bigipoika gisteren meegedeeld dat er een dorpskas komt. Een bepaald percentage van de opbrengsten van de houtkap zal in de dorpskas worden gestort.